De hoogwatergul Veze-Wapenveld is een van de maatregelen uit het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Met dit programma beschermen we het Nederlandse rivierengebied beter tegen overstromingen. De hoogwatergul komt te liggen tussen Veze en Wapenveld, 15 kilometer ten zuiden van Zwolle. De hoogwatergul wordt alleen gebruikt bij extreem hoog water en zorgt dan voor een daling van de waterstand op de IJssel met 71 centimeter. Dit komt gemiddeld eens in een mensenleven voor. De rest van de tijd is het gebied net als nu in agrarisch gebruik. De gul wordt niet gegraven, maar ontstaat door aanleg van twee dijken van ongeveer 8 kilometer lang. De breedte van de gul varieert van 500 tot 1500 meter. De gul krijgt een inlaat, een uitlaat, twee nieuwe gemalen en twee bruggen. Deze bruggen, Kerkdijk en Werverdijk, zorgen ervoor dat het gebied ten oosten van de gul bereikbaar blijft wanneer de gul in gebruik is. De brug Kerkdijk en het inlaatwerk liggen aan de zuidkant van de gul, bij Veze. Hier wordt de IJsseldijk voor een deel afgegraven, waardoor een nieuwe uiterwaard ontstaat. Tegelijk wordt de Kerkdijk vervangen door een brug voor autoverkeer. Onder de brug komt een beweegbaar inlaatwerk. Aan de zuidkant van de brug komt een vrijliggend fietspad. Bij hoogwater kunnen fietsers gebruik maken van de brug zelf. Bij een waterstand van 5,65 meter wordt de inlaat neergelaten en stroomt het water de gul in. De huidige Werverdijk wordt op twee plekken afgegraven en vervangen door een brug. De bocht in de dijk bij de Kromme Kop blijft bestaan vanwege de cultuurhistorische waarde. De brug Werverdijk is bestemd voor auto- en fietsverkeer. Ten noorden van de brug Werverdijk liggen een natuurlijke hoogte en een zomerkade die verstevigd wordt. Deze hoogte en de kade beschermen het gulgebied bij normaal hoogwater. De kade vormt het eindpunt van de gul. In de kade komt een uitlaatwerk. Via dit uitlaatwerk stroomt het water weg als de gul in gebruik is geweest. Gemalen pompen het laatste deel van het water weg. Bij de westelijke en oostelijke dijk komen nieuwe gemalen. Hier ziet u een impressie van het gemaal Doornbos dat bij de westelijke dijk komt. De gemalen zorgen dat de waterhuishouding in het gebied op orde blijft. In het gulgebied blijven de bestaande wegverbindingen behouden. Het fietspadennetwerk wordt uitgebreid. Aan de westkant van de hoogwatergul komt de landschapszone. Dit is een nieuw natuurgebied tussen de Westdijk en de Grote Wetering. In deze strook is ruimte voor natuur en recreatie. Op de Grote Wetering komt een kanoroute. In het noordelijke deel van de gul ligt een weidevogelgebied. Elk voorjaar broeden hier onder meer tureluurs, watersnippen en grutto's. Vanaf het fietspad dat op de Westdijk ligt, hebben fietsers en andere recreanten straks mooi zicht op dit weidevogelgebied. Wanneer de gul in gebruik is, mogen bomen of beplanting de doorstroming niet belemmeren. Daarom moeten bomen en struiken in het gulgebied op veel plekken verdwijnen. Op een paar plaatsen blijven karakteristieke bomenrijen, zoals aan de stegen en hier bij de Plakkenweg, wel behouden. Ten zuiden van de inlaat komt een rustpunt met mooi uitzicht op de IJssel en de uiterwaarden. Vanaf het rustpunt loopt over het tracé van de af te graven IJsseldijk een fietspad naar het noorden. In de nieuwe uiterwaard is ook een wandelpad gepland. De hoogwatergul Veze-Wapenveld is een van de maatregelen uit het landelijk programma Ruimte voor de Rivier. Samen zorgen de maatregelen ervoor dat het Nederlandse rivierengebied beter beschermd is tegen overstromingen.